Mevrouw Marijnissen, SP. Begrijpt de heer Heerma dat het lichtelijk schizofreen overkomt als de leider van het CDA, de partijleider, zegt, nou, 2030 is van de baan, maar de fractievoorzitter van het CDA hier zegt, nou, het regeerakkoord staat? Nee, dat komt niet schizofreen over, omdat het precies dezelfde boodschap is. Als je een regeerakkoord gaat heronderhandelen op een later moment, dan is het nu nog niet aangepast. Maar het CDA gelooft niet in het feit dat 2030 bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Onze stelling is dat het een sta in de weg is geworden om daadwerkelijk met de samenleving, met de sector, stikstof te gaan reduceren in de praktijk. En daarom willen we het regeerakkoord gaan heronderhandelen, maar we willen niet weer de fout maken om dat te gaan doen vanuit een Haagse ivoren toren, zonder eerst kennis te nemen van wat die provincies eigenlijk willen, wat hun akkoorden gaan zijn, zonder kennis te nemen wat het akkoord is wat met de landbouw gesloten wordt, en zonder dat we weten wanneer die regelingen er eindelijk zijn. Want die waren ook deel van een regeerakkoord. En we zijn anderhalf jaar later en ze zijn er nog niet. Mevrouw Marijnissen. Want heeft de heer Heerma het idee dat de boeren nu meer zekerheid hebben? Heeft de heer Heerma het idee dat al die jonge mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar huis nu meer zekerheid hebben? Maar wat precies het probleem is, is wat die provincies aangeven. Dat allerlei boeren bereid zijn om maatregelen te nemen die ze niet kunnen nemen, omdat de provincies daar de middelen niet voor hebben. Vervolgens vaak van tafel weglopen, omdat hier in Den Haag wel geroepen wordt 2030, 2030, 2030. Maar de provincies niet vanuit Den Haag de mogelijkheden krijgen om vervolgens daadwerkelijk met die boeren tot verplaatsen, innoveren, extensiveren, stoppen. Of stoppen met een LBV plus regeling waar we vervolgens van Brussel weer op wachten. En dat is dat bestuurlijke, nee, het is lek aan jouw kant van de boot, gebeurt vanuit Brussel ook. Die zeggen jullie moeten tempo maken, maar we hebben geen duidelijkheid over de regeling die dat tempo ook kan maken. Dat is het probleem waar die provincies mee te maken hebben. Dat is het probleem waar de boeren mee te maken hebben. En mijn stelling is, door het anders te gaan doen met elkaar, door daadwerkelijk te gaan luisteren naar provincies, elkaar weer te ontmoeten, dat gesprek aan te gaan, dat we tot reductie van stikstof in de praktijk zullen gaan, in plaats van hier alleen maar in theorie er met elkaar ruzie over maken. Een jaartal wat wel degelijk dan heilig verklaard wordt. En geen enkele reductie in de praktijk, waar de natuur niet beter van wordt, waar de landbouw geen perspectief van heeft gekregen, maar waar de samenleving en dus ook de bouw en de economie ook niet beter van worden. Mevrouw Marijnissen. Meneer Heerma, wie houdt u dan nu voor de gek? Want u heeft toch net ook de heer Paternot gehoord van D66, die zegt, ja, voor ons staat het gewoon. En ik zie eigenlijk ook geen enkele andere mogelijkheid, want daar is al heel lang naar gestudeerd. En ik zie eigenlijk ook geen enkele andere mogelijkheid om dat te doen. Even los van waar je staat en misschien best wel begrip hebt voor uw verhaal. Wie houdt u dan voor de gek? Nou, ik dank dat u uitspreekt dat u begrip heeft voor mijn verhaal. Dat doet me altijd goed in dit soort debatten. Want ik ben er echt van overtuigd dat dit de weg naar een oplossing is. Daarom sta ik hier dit te vertellen. En wie ik voor de gek hou? Ik hou niemand voor de gek. Ik zeg hoe wij erin staan. En ik constateer ook dat diverse oppositiepartijen conclusies verbinden en uitleg geven aan de woorden die zowel mevrouw Hermans als de heer Paternot hier geuit hebben. Ik heb ze iets anders horen zeggen en zij moeten in tweede termijn maar aangeven of ik ze goed gehoord heb of dat u ze goed gehoord heeft. Tot slot mevrouw Marijnissen. Dit is volgens mij precies wat er misgaat. U begon uw verhaal met de omgekeerde vlaggen en het herwinnen van vertrouwen. Maar wat hier gebeurt is toch het zoeken van naar een politieke truc, de zoveelste politieke manoeuvre om een politieke oplossing te forceren. Terwijl iedereen die dit debat volgt, niemand snapt iets van die persconferentie, dat op de eerste plaats. En iedereen die naar dit debat kijkt, die zal zeggen, ja, ze liggen mijlenver van elkaar af. Ze komen er niet uit, maar ze zijn te beroerd, ze zijn te bang om dat nu uit te spreken. En daarmee gijzelt u dat land nog verder, meneer Heerma. Dat ziet u zelf toch ook? Luister, dat dit niet een fijn debat is, dat weet ik ook wel. Dat wist ik van tevoren ook wel. Maar ik denk dat heel veel mensen hier naar dit debat zitten te kijken en ook staan te kijken naar al de oppositieleden die daar staan, die creatief samenvatten wat coalitiepartijen hier zeggen, om vervolgens te concluderen wat er het geval mee is. Dat zien die mensen ook, die zijn ook niet gek. Ook dat draagt bij aan het beeld van de politiek. Ik sta hier met een eerlijk verhaal hoe wij naar de werkelijkheid kijken, wetende dat dat niet een gemakkelijke opgave gaat zijn. En desalniettemin, ben ik ervan overtuigd, is mijn partij ervan overtuigd, dat dit de manier is om uit de impasse te komen en de kloof met de samenleving op te heffen. Zijn we daar al? Nee. Is dat onzeker? Ja. En misschien staat u hier over een paar maanden te zeggen, zie je wel, het is niks geworden. Ik ben ervan overtuigd dat dit de weg omhoog kan inzetten.
Kort, mevrouw Marijnse. Nee, maar het gaat niet om mij. Het gaat om al die jonge mensen die geen huis kunnen vinden. Het gaat om al die boeren die nog steeds in onzekerheid zitten. Ja? En u kunt de oppositie hier de maat nemen, dat is uw goed recht. Maar het is uw partijleider die zegt 2030 is van de baan. U zegt hier, het regeerakkoord staat. Wij stellen u slechts vragen, hè, meneer Heerma. Wij stellen u slechts vragen om enige duidelijkheid te krijgen in wat hier aan de hand is. Maar wat overduidelijk is, is dat D66 zegt, voor ons is het niet bespreekbaar. Wij zien geen andere oplossing dan 2030. Uw partijleider zegt 2030, dat zien we niet gebeuren. Nou, wat is er dan aan de hand, meneer Heerma? En als u zegt, ik wil het eerlijke verhaal vertellen, wees dan eerlijk. En schuif het dan niet vooruit. Zeg dan niet, op termijn willen we een keer gaan heronderhandelen. Zeg dan nu, wij zien dat niet gebeuren. En dit is voor ons de consequentie, want dan weten wij ook waar we aan toe zijn. Heer Heerma. Volgens mij heeft mevrouw Marijnissen weer een samenvatting gegeven van de woorden van D66, die niet de woorden waren die de heer Paternotte zei. Dat er de nodige skepsis zit bij D66, dat is duidelijk. En dat is ook hun goed recht. Tegelijkertijd heb ik hem horen zeggen dat het natuurherstel, de bouw van het slot, de economie van het slot, dat dat is wat er moet gaan gebeuren. En dat ze bereid zijn te luisteren welke ideeën het CDA heeft om dat te bereiken. En dat gesprek gaan we aan. En ik heb ook aangegeven waarom wij dat nu niet doen.